deze MacBook Pro heb ik ondertussen een jaartje, maar hoe is hij mij na een jaar lang gebruik nou bevallen? Dat is precies waar jullie in deze video achter gaan komen. Jullie hadden een keer in deze video gezien hoe ik de MacBook Pro had geunboxed ongeveer een jaartje geleden. Ik denk dat het misschien echt een jaar en twee dagen geleden is. En dat is de 16-inch 2020 base model. Dus dat heeft een 2,6 GHz processor, 6 cores, een AMD Radeon is het volgens mij, Pro 5300M, 60 GB aan geheugen, volgens mij iets van DDR4 op, weet ik veel, 2800 MHz en 512 GB SSD opslag. En eigenlijk, zoals altijd bij Apple, zijn er misschien qua prijs tegen de specs die je krijgt niet het allerbeste. Dit zijn bijvoorbeeld de behaalde Cinebench scoren. Voor mij zegt het eigenlijk niet heel veel. Ja, je kan het wel gaan vergelijken met Windows scores en dezelfde prijzen. Maar er zijn vast mensen die het even wilden zien. Dus daarom laat ik ze even aan jullie zien. Dit waren dus de Cinebench scores. En daarnaast heeft het op papier ook een geweldig 16 inch. Wat volgens mij in de praktijk een 15,9 of een 16. Het was niet precies 16 inch. Dat heb ik een keertje echt gelezen. Scherm met een helderheid van 500 nits. Prima fel genoeg. Kan je in de zon zeker nog steeds gewoon je dingetje doen. En in de werkelijkheid is het dus ook echt een geweldig scherm. Maar al deze specs zeggen mij eigenlijk nooit zoveel, want als ik puur op specs zou kijken, zou ik nooit een MacBook kopen. Maar waar je misschien wel een MacBook voor koopt, zijn voor alledaagse taken, te beginnen met multitasken. Het multitasken is simpelweg geweldig. Ik heb bewust voor de 16-inch versie gekozen en niet voor een MacBook Air. MacBook Air is volgens mij alleen de 13 tot 14. Ik weet niet zeker, ik durf niet 100% te zeggen. En MacBook Pro zou ook nog een kleinere versie. Maar ik wilde bewust gewoon de grootste versie voor wat extra scherm. En het was zeker geen slechte keuze. Laten we bijvoorbeeld een klein voorbeeldje schetsen. Ik zit nu midden in mijn examens. Volgens mij begin ik volgende week maandag. Niet aankomende maandag. Gewoon stoppen de uploads gaan. Zo ook, maar dat even terzijde. En ik moet dus regelmatig gewoon gaan oefenen met oude examens. En wat doe je dan? Nou, dan kan je alles gaan uitprinten. Nou, daar ben je echt eeuwen mee bezig. Ben je tering veel print. Het is meuk kwijt. Dat doe ik niet. Nee, ik doe altijd de opgaves links in het scherm. En de vragen rechts in het scherm. En het is altijd precies goed. Het is groot genoeg. Ik kan het net lezen. Dat is gewoon geweldig. En daarbij komt ook nog eens dat macOS, oftewel het besturingssysteem op de MacBook, ook nog eens geweldig is in het behandelen van die PDF'jes. Want alles van de examens staat altijd in een PDF'je. En op Windows is het ziek irritant, want dan kan je niet gewoon de PDF aanpassen. Maar hier kan je gewoon erop schrijven. En dat gewoon allemaal met voorvertoning van Apple zelf. Je hoeft er niks voor te downloaden. Dus wat mij betreft is dat zeker een groot pluspunt qua PDF'jes. Voor de rest, wat velen van jullie waarschijnlijk weten, de trackpad is echt het beste op de hele markt nog steeds, naar mijn mening. Je kan echt simpel multitasken met de trackpad. Je kan lekker swipen tussen fullscreen applicaties. Je kan door gestures simpel navigeren naar je bureaublad door bijvoorbeeld dit te doen. Of naar je loungepad door bijvoorbeeld dit te doen. Of je kunt kiezen tussen alle apps die je open hebt staan door bijvoorbeeld dit te doen. En vooral het laatste, dat je gewoon naar al je apps kan gaan, vind ik zo'n fijne gesture. Ik zou letterlijk, als ik het nu voor moet doen, weet ik niet eens of het de in- of uitzoomen was. Volgens mij is het de inzoomen. Ik doe het gewoon automatisch. En je gaat dan zo simpel naar de app. Je klikt hem aan en je bent gewoon klaar. Kijk, op Windows heb je een Alt-Tab. Wat trouwens ook gewoon op een MacBook werkt. Maar ik vind dit toch echt 10 keer fijner. Dat de trackpads goed waren bij Apple is op zich niet echt een verrassing, denk ik, voor jullie. Maar wat wel een verrassing was bij dit model. En volgens mij was dit het eerste of het tweede model dat weer een goed toetsenbord had. En met het goede toetsenbord hebben we het eigenlijk over het toetsenbord van 7 jaar geleden. Ze hebben het wiel weer opnieuw uitgevonden. Ze hebben gewoon letterlijk tussendoor butterfly keys gehad. Die faalde helemaal. En ik heb nul problemen gehad met het oude, vernieuwde toetsenbord. Dus wat mij betreft is het toetsenbord ziek chill. Maar wel één dingetje. En dat is de touchbar. Vergeleken met de vorige line-ups, dus dat waren de 2019 MacBooks, waar dan ook een touchbar op zit, hebben ze wel één groot pluspunt. Dat is dat nu de Touch ID is een los stukje. En dat is zeker fijn om in te loggen, want ja, je hoeft niet je code in te typen. Dat is echt wel fijn. En de Escape-knop is gewoon een fysieke knop. Dat had echt in het begin al zo moeten zijn, want dat werkt echt 10 keer beter dan een niet-fysieke knop. En voor de rest, je hele touchbar, ik gebruik hem eigenlijk bijna nooit. Ik gebruik hem letterlijk alleen om het volume harder en zachter te zetten. Ik gebruik de emoticons die erop kan doen niet. Ik gebruik de knippen-plak-functie. Ik gebruik er letterlijk niks op. Ik gebruik alleen volume omhoog, volume omlaag. Dus was het nodig? Nee. Ziet het er leuk uit? Ja, dat wel. Maar ja, genoeg daarover gepraat. Het is tijd om te praten over het gamen. Nee, laten we dat op deze laptop maar niet doen. Spelen.nl lukt hem nog wel. Chrome Dino gaat hem ook nog wel lukken. Maar voor de rest zou ik het niet beter proberen. Zou ik het niet hoger proberen. Maar daar koop je ook geen MacBook voor. Waar je er wellicht wel eentje voor koopt, is het editen van simpele foto's en video's. En dat lukt aardig op deze MacBook. En aardig,
daar wil ik dus mee zeggen dat het niet geweldig is. Kijk, je kan er prima een standaard video mee editen, zoals deze video. Die is dan ook compleet gemaakt op de MacBook. Van script tot editing tot upload. Alles is op de MacBook gemaakt. Maar je moet niet verwachten dat je extreme effecten kan toepassen. Daarvoor is zeker het base model. Kijk, stel je gaat upgraden in de grafische kaart of processor. Dan kan het misschien wel, maar het base model is daar zeker niet geschikt voor. En als je een vergelijkbare Windows computer, voor hetzelfde geld een Windows computer haalt, dan kan het zeker wel. Maar op zo'n laptop moet je het gewoon niet verwachten dat het mee kan. Want daar is hij niet echt helemaal meer voor gemaakt, weet je. Als je dus zoiets wil doen, ga dan toch voor een desktop PC, ga dan gewoon voor een Windows PC. Ga dan sowieso eigenlijk niet voor een laptop, dat is dan een hele slechte keuze. Maar wat dan wel weer een voordeel is tijdens het editen, je hebt helemaal geen koptelefoon of oortjes nodig. Want de speakers in deze MacBook, echt, de speakers die dan hier zitten, ze zitten hier op de grill. Heb je volgens mij, hier heb je er eentje, hier heb je er eentje. Volgens mij komen ze hier ook nog uit. Geweldig. Echt. Toen ik dat voor de eerste keer afspeelde, ik was echt stom verbaasd. Het was letterlijk beter dan de speaker die wij in de woonkamer hadden staan. Het was niet normaal. Er komt gewoon een super helder en diep geluid uit. En als je voor de hoge toon gaat, komen die ook altijd goed te pas. Het is echt, ik weet niet hoe ze het hebben gedaan, maar ze hebben het goed gedaan. En hetzelfde als met de microfoons, die hebben ze goed gedaan, want de kwaliteit is perfect. Nou, dus dit is de kwaliteit van de ingebouwde microfoon. Goed, de webcam, ja. Ik kan er heel eerlijk over zijn, dit is best wel een shit webcam, maar het is helaas maar zo. Ja, de camera die er nog bij past, die is dan misschien nog niet echt geweldig, maar laten we zeggen voor Teams goed genoeg, oké? Als voorlaatste hebben we nog de integratie van MacBooks in het hele Apple ecosysteem. Ja, jongens, jullie weten het, ik draag een Apple Watch, ik heb hier mijn telefoon liggen, ik heb nog AirPods. Het is echt, in combinatie met alles bij elkaar, en dit zeggen ook zoveel mensen, is het zo makkelijk. Het is gewoon heel gemakkelijk om bestanden heen en weer te verplaatsen. Neem bijvoorbeeld als voorbeeld dat ik een foto maak met mijn telefoon. Dan staat die automatisch in de iCloud Drive. Dat staat er automatisch op mijn MacBook. En zo hoef ik helemaal niks meer aan te denken, niks meer te doen. En ook alle bestanden die op mijn MacBook staan, staan ergens hierboven in de cloud. Daar heb ik een 2 terabyte opslag volgens mij. Het kost denk ik zo'n 3 euro per maand. Maar dat betekent dat ik altijd op mijn telefoon kan ik gewoon bij alle bestanden die ik op heb. En het werkt zelfs met Windows. Dus letterlijk bestanden die ik daar zo heb, staan ook daar zo op mijn MacBook. En die kan ik ook op mijn telefoon bij. En op iedere computer waar ik maar op inlog, als ik ze nodig heb, kan ik erbij. Dat is gewoon echt ziek chill. En dan de batterij. Hij is goed. Hij is zeker erg goed. Maar het ligt een beetje aan wat je ermee doet. Ik heb bijvoorbeeld even een video van YouTube gewoon af laten spelen. Gewoon zo'n ziek lange video. En jullie zien nu al een beeld hoe lang de MacBook het heeft volgehouden. En voor Word en Chrome. Je houdt het makkelijk de hele dag vol. Maar ik denk dat jullie zelf ook al begrijpen dat je gaat editen, het echt een stuk zwaarder wordt. En dan is hij misschien in één keer na 2 uur al leeg. Nou, dan doe je de lader erin met USB-C en dan gaat het ook best eraf. En dan is het ook weer prima. Is hij weer vol en dan kan je weer door. Het is dus allemaal prima, maar het is dus allemaal niet zo goed als de nieuwe M1 MacBooks. Maar voordat we daarna gaan kijken, gaan we eerst even kijken, heeft deze MacBook dan nog tekortkomingen? Ja, het enige wat sommige mensen nooit zo mooi vinden aan de MacBooks is dat de randen, de bezels een beetje groot zijn. Voor de rest, eigenlijk voor de taken die ik gebruik, stoort hij me nooit. Hij wordt nooit echt super warm. Hij gaat nooit echt vol blazen met de fans aan. Ik heb er allemaal geen last van en het werkt me allemaal goed. En het komt omdat ik hem ook niet op zo'n maximale test, moet ik heel erg toegeven. Kijk, ik heb een MacBook Pro gekocht om schooldingen op te doen. Nou ja, dan test je hem niet op zo'n maximale, kan je wel vertellen. Maar zelfs als ik even een video edit zoals deze, doet hij het gewoon simpelweg prima. Maar dus, de nieuwe M1 MacBooks. Apple's eigen processor, waardoor ze alles kunnen optimaliseren en dus afstappen van de Intel-processors die wel in deze MacBook zit. Dus is het wel slim om nu zo'n MacBook te halen? Naar mijn mening niet. Met het oog op de toekomst en de verbeterde M1-chip, het zal vast de M2-chip heten die misschien in de MacBook Pro komt, zal de support voor deze Intel-MacBooks steeds verder afnemen. En tuurlijk, dat is niet over 2 jaar al zo. Maar zo'n laptop koop je niet voor 2 jaar, die koop je voor 5 jaar of wel langer. En als je die nu nog zou kopen, lijkt me dat het niet heel handig is, zeker als het dan over 5 jaar gewoon de hele support ervoor weg is gevallen. Als ik jullie een tip mag geven, zou je dus nu beter kunnen wachten totdat misschien een nieuwe MacBook Pro uitkomt. Of je kiest toch voor een MacBook Air. Die batterij is echt 10 keer zo goed. Dat is echt niet normaal. Daar kan je echt letterlijk 24 uur mee door volgens mij. En naar alle waarschijnlijkheid zullen ze ook echt wel sneller zijn dan de MacBook Pro die ik op dit moment heb. En het komt puur omdat ze alles gewoon beter kunnen integreren. En alles past dan, eigenlijk nu past het een beetje zo, net niet. En dan past het gewoon zo in één keer perfect in elkaar. Dus als jullie mijn advies voor lief moeten nemen, zou ik kiezen om te wachten op de nieuwe M2 chip of M1 Plus chip of M1 Pro chip, hoe ze het ook gaan noemen, voor een nieuwe MacBook Pro. En kan je dan echt niet wachten op de nieuwe MacBook,
ja, dan is dit zeker een aanrader. Je moet er aardig wat geld voor neerleggen. Maar dan heb je ook wat. Dus dit was deze video. Dit is hoe ik mijn MacBook een jaar lang heb ervaren. Ik heb er eigenlijk gewoon bijna geen last van gehad. Het is echt geweldig. Als ik er nu ook zo naar kijk, hij is trouwens echt nog in een tering goede conditie. Terwijl ik een keer mijn tas heb laten vallen, terwijl hij erin zat. Hij is ook wel gewoon een keer op de grond gevallen. Ik ben een keer met een stoel tegen aangereden, maar hij doet het nog. En hij doet het nog goed en er zijn bijna geen krasjes te bekennen. Het is echt een van de betere aankomen van mij geweest de afgelopen jaren. Maar ja, ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Mocht je hem leuk vinden, dan weet je blauw duimpje wat te vinden. Willen jullie meer van dit soort review-achtige dingen? Laat dan achter in reacties. Misschien andere dingen die ik een keer heb gekocht. Weet ik veel, de keylight bijvoorbeeld op de achtergrond. Of softboxen of de microfoon die ik op dit moment gebruik. Laat dan zeker even achter in reacties. Daar ga ik naar kijken. Ik hoop dat jullie allemaal gaan vlammen als jullie examens hebben. Ik ga eventjes een tijdje niet uploaden. Dus sorry daarvoor, maar we zijn er straks weer terug. Dan heb ik vakantie. En kunnen we er vol voor gaan. Dus ik zie jullie dan weer. Tot dan. De ballen. En later.